Het Bureau Intellectuele Eigendom, BIE, is belast met de uitvoering van taken betreffende de intellectuele eigendommen. Om moderne wetgeving ten aanzien hiervan te ontwikkelen, die bescherming en innovatie stimuleert, is het personeel van de BIE getraind om met het IPAS-programma te werken. Er zijn eigenlijk diverse consultants aangetrokken. We hebben dus 2 consultants van Trinidad. En daarnaast hebben we ook 2 consultants, Surinaamse consultants, die ons gaan trainen. En ons gaan helpen begeleiden dat wij aan de vereisten kunnen voldoen. Het personeel gaat getraind worden, maar niet alleen trainingen van personeel. Maar ook ervoor zorgen dus dat de werkprocedure en de de equipment die nodig zijn om dat uit te voeren, dat allemaal in place wordt gebracht. We hebben dus in het werkproces van de merkenregistratie, hebben we dus dat wij een programma hebben, IPAS. Het is een Intellectual Property Administration System. En dat systeem gaan werkzaamheden volgens een bepaalde procedure plaatsvinden. Voor het grotere publiek is het namelijk zo dus dat ze sneller kunnen beschikken over hun certificaten als ze dat hebben ingediend. Maar daarnaast ook dus dat ze van huis uit het onderzoek kunnen doen, van huis uit de depot kunnen doen. Maar wij willen dus eigenlijk ook zelf naartoe gaan werken dat zij ook die payment op die manier kunnen doen. Op dit moment worden er bij het bureau alleen handelsmerken geregistreerd. Mevrouw Loan Yu geeft het belang van de registratie aan. Surinaamse merkhouders die komen niet makkelijk naar het bureau om hun merken te registreren. Ze komen pas naar het bureau als er een conflict is. Dat is heel erg jammer. Wanneer je weet dat je met een bepaald product op de markt wil komen en je gaat het onder een bepaalde merknaam registreren, zorg ervoor dat je gelijk naar het bureau komt om in het openbaar register te kijken als dit merk dus voorkomt. Anders gaat het niet. Wie je niet denkt, komt voor jou naar hier. Je denkt dat je het even met iemand bespreekt en de volgende dag is de persoon al hier om het voor zichzelf te deponeren. Als je product een goed product is, als je product een kwaliteit product is, als het jouw product een product is dat voldoet aan de behoeften van de consument, moet je niet ervoor schromen om het te registreren en te commercialiseren. De kosten voor het registreren per handelsmerk bedragen 200 SRD. Het bureau is gevestigd in het gebouw van het ministerie van OWTNC aan de Jagannat Lachmanstraat 167. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, is belast met de zorg voor de bevolkingsboekhouding en burgeradministratie. Iedere burger kan daar terecht voor het laten opmaken van akten, zoals geboorte, overlijden en huwelijken. Ook voor documenten zoals paspoorten, ID-kaarten, uittreksels en stamboom is CBB de instantie die deze wettelijk mag verstrekken. Naast de burgerij maken bankinstellingen en andere overheidsinstellingen ook gebruik van de diensten van CBB. Voor het verkrijgen van al deze documenten moeten er leges betaald worden. Deze leges zijn allen bij wet vastgesteld. Echter zijn de tarieven al achterhaald. Vandaar het besluit om een paar van de leges aan te passen. Gezien de stijgende materiaalkosten die we hebben, de dienstverlening optimaal, efficiënt, structuur erin te brengen en dat de dienstverlening dagelijks ter beschikking is, hebben we dus geconstateerd dat de kosten die gemaakt worden door de overheid om dit te bewerkstelligen
behoorlijk verhoogd zijn. Het uitgeven van uittreksels en akten uit de burgerlijke stand en het uitgeven van paspoorten, de kosten daarvan zijn behoorlijk toegenomen. En het was dus bijna niet meer dan doenlijk om de leases te gaan verhogen. De materiaalkosten die de overheid uitgeeft voor dienstverlening, die waren dus ze waren niet meer realistisch. En op basis daarvan heeft de overheid dus de leases van verschillende diensten en producten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken verhoogd. De laatste verhoging van de leases dateert van een aantal jaren terug. Dit jaar, en wel per 1 juni 2018, zal er van een aantal diensten de leases worden aangepast. De uittreksels en de verklaringen en de verschillende akten en het familieboekje, die zijn dus van 1 SRD naar 5 SRD gegaan. Het lijkt heel veel nogmaals, maar het is een realistische aanpassing van de overheid. De overige leases die verhoogd zijn, zijn dus voor het stamboom. De stamboom of inlichtingenstaat, die is dus gegaan naar 50 SRD. Verder hebben wij dus de paspoorten. En dat is misschien het meest in het oog springend voor de burger, omdat het paspoort een reisdocument is. En dat is een document dat veelvuldig bij het CBB aangevraagd wordt. Nou, het regulier paspoort is nu 100 SRD. En met de verhoging wordt het regulier paspoort 300 SRD. Dat wil zeggen, als u voor het eerst een paspoort gaat aanvragen, als u een paspoort heeft welke zal vervallen en u komt het vernieuwen, dan gaat u geen 100, maar 300 SRD betalen. Is uw paspoort verloren? Is uw paspoort beschadigd? Dan gaat u geen 200, maar dan gaat u 500 SRD betalen. Is de aanvraag betreft het een zakenpaspoort, dat is dus het dikker paspoort dat wij hebben, nou, die kost dus nu 200 SRD en zal dus 500 SRD betalen. We CBB kent dus ook de noodpaspoorten, die worden dus in hele specifieke gevallen uitgegeven. Nou, het noodpaspoort is nog 50 SRD en met de inwerkingtreding van de nieuwe leases zal het noodpaspoort 200 SRD worden. Dagelijks komen er bij de verschillende bureaus voor burgerzaken aanvragen binnen voor de aanmaak van paspoorten. Van personen die nooit eerder een paspoort hebben gehad, van personen voor een verlenging en ook aanvragen van personen die hun paspoorten hebben verloren of hun paspoort beschadigd is. Volgens mevrouw Arupa Wong-Swisan komen er gemiddeld van alle bureaus voor burgerzaken 100 aanvragen binnen van personen die hun paspoort hebben verloren. Aangezien het paspoort als ook de identiteitskaart staatseigendommen zijn, is de burger als gebruiker verantwoordelijk voor de documenten. Omdat het nog steeds staatseigendom is en u dus de gebruiker bent, dan bent u dus ook verantwoordelijk wanneer er iets met het boekje gebeurt. Als het boekje beschadigd raakt of als het boekje verloren raakt, dan bent u verantwoordelijk daarvoor. En op basis van die verantwoordelijkheid is het altijd zo geweest dat wanneer een paspoort beschadigd dan wel verloren is, dat de houder dubbel gaat betalen. Want bij het inruilen van uw paspoort, omdat misschien het vervallen is of omdat gegevens van u veranderd zijn, dan dient u dat boekje in bij de aanvraag. U legt hem over en dan krijgt u een andere. Maar wanneer je dat niet kan aantonen van dit is mijn paspoort dat ik wil vernieuwen, dan bent u verantwoordelijk voor het verliezen dan wel beschadigen van staatsdocumenten. En daarvoor is een soort boete in die leases opgenomen, waardoor u dubbel gaat betalen. Zoals de waarnemend directeur van CBB heeft aangegeven, zijn de aanpassingen van de tarieven van de leases van de verschillende diensten die het CBB biedt al achterhaald. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het meer dan noodzakelijk om de aanpassingen te plegen,
getracht is om de aanpassingen zo minimaal te houden. Wij als burgers moeten zorgvuldiger omgaan met onze documenten. Een oproep die de waarnemend directeur doet aan een ieder. Het verzoek aan de samenleving. Wees u zorgvuldig met documenten. Wees u netjes erop. En gebruikt u ze op een verantwoordelijke manier. Bijzondere activiteit, waar het ministerie van Sport en Jeugdzaken weer eens een bijdrage mag leveren aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. Ruim 30 jeugd- en sportorganisaties hebben van het ministerie van Sport en Jeugdzaken sportmateriaal ontvangen. Deze organisaties zijn op basis van een toetsing geselecteerd om in aanmerking te komen voor het materiaal. Met deze overhandiging wil het ministerie een bijdrage leveren aan het bevorderen van een gezonde levensstijl. Laat me dit van zeggen, er waren een aantal sportorganisaties, sport- en jeugdorganisaties die het ministerie hebben benaderd, dat ze behoefte hebben aan sportmateriaal. En u weet, de organisaties houden de jeugdigen met name bezig op het gebied van sport en spel. En daarmee helpen ze het ministerie een van onze beleidsdoelen te realiseren. En dan gaat het om het bewegen en kwalitatieve sport. Dus, en ook als we kijken naar al de nationale en internationale rapporten, waar we duidelijk kunnen zien dat de aantal ziektes, zoals de niet overdraagbare ziektes zoals we dat kennen, steeds toenemen, had ik geen enkel andere keus dan te zeggen van wij stimuleren jullie op onze manier. Dus in dat kader moet u dit zien. En sport en spel, middels sport en spel kan je de jongeren afhouden van criminaliteit en alle andere negatieve dingen, om ze nu zo te noemen. Dus vandaar dat we gemeend hebben om in te spelen op hun verzoek. Het ministerie vindt het belangrijk om de organisaties die zich bezighouden met sport en spel in de samenleving een steun in de rug te geven. Het is bekend dat sportorganisaties het niet altijd gemakkelijk hebben, maar het ministerie waardeert de rol van deze organisaties binnen de samenleving enorm en zal ze blijven aanmoedigen dit werk voor te zetten. We zullen proberen in te spelen op een ieders verzoek en zoals u weet staat het ministerie daar om de topsporters te stimuleren. Dus in dat kader ook de twee top sportverenigingen.